Ken de waarschuwingstekenen van hoge bloedsuiker en diabetes. Ken de waarschuwingstekenen van hoge bloedsuiker en diabetes. Diabetes kan aanvallen met weinig tot geen waarschuwingen vooraf. Leer om goed op te letten en het te behandelen voordat het in een chronische aandoening verandert, zeker als je een familiegeschiedenis hebt met deze ziekte. Wist je dat diabetes bekend staat als een stille moordenaar die kan aanvallen zonder dat je het weet? Dat is zo omdat de tekenen verward kunnen worden met andere gezondheidsproblemen of tijdelijke aandoeningen. Om deze reden willen we je, in het artikel van vandaag, vertellen over de tekenen van hoog bloedsuiker, zodat je erop kunt letten en deze ziekte op tijd kunt detecteren. Wees voorzichtig met hyperglycemie ook. 5 natuurlijke sapjes om je bloedsuiker te reguleren. Een toename in bloedsuiker kan worden veroorzaakt door verschillende veranderingen in je lichaam. De meeste hebben van doen met de veranderingen tijdens het verwerken van koolhydraten. Alle cellen hebben glucose nodig voor energie. Om ze hun portie te laten ontvangen, worden bepaalde processen uitgevoerd. Wanneer dit systeem echter faalt om wat voor reden dan ook, hebben je cellen meer voeding nodig om hun functie uit te voeren. Wanneer dit gebeurt, zijn er geen overduidelijke tekenen die je misschien als negatief beschouwt. Met het verloop en van de tijd kunnen de symptomen doorgaan echter toenemen. Dat is het punt waarop je meestal een dokter inschakelt die kan kijken wat een geschikte behandeling is als je daadwerkelijk lijdt aan diabetes. Tekenen die een hoge bloedsuiker aanduiden? Wanneer je glucose toeneemt, verzwakt dit je immuunsysteem. Als gevolg is je lichaam kwetsbaarder voor allerlei typen infecties en wonden van zowel de huid als je slijmvliezen. Daarnaast verlies je kleine bloedplaatjes. Daarom is het essentieel om alert te zijn op de signalen die je lichaam je stuurt. Als je hoge bloedsuikerwaarden hebt, probeert je lichaam je dit misschien te vertellen door het volgende: een opvallend hoge eetlust. Allereerst moet je leren onderscheid te maken tussen fysiologische honger en emotionele honger. De laatste kenmerkt zich door het niet hebben van reden om te eten wanneer je bepaalde voeding kiest. In het geval van een echte behoefte om te eten, knort je maag misschien, doet je hoofd pijn en maakt het niet uit wat je eet omdat alles voldoet. Wanneer je een hoge bloedwaarde in je lichaam hebt, verzadigt je lichaam de capaciteit van je cellen. Het lichaam ziet dit als een tekort aan voedingsstoffen en vraagt het brein om de juiste signalen te sturen die je hongerig maken. Dit zal je voorzien van meer glucose en daardoor meer energie, zodat alles naar behoren zal werken. Als je jezelf gesneden hebt tijdens het klaarmaken van eten, een recente operatie hebt ondergaan of een ongeluk hebt gehad, is een manier om hoge bloedsuikerwaarden in je bloedstroom te ontdekken het feit dat je wonden langer nodig hebben om te genezen. Dit treedt op omdat je slagaders en naders gevuld zijn met zoveel suiker dat ze geen bloed kunnen leveren aan de gebieden die moeten genezen. Huidproblemen. Een van de hoofdsignalen van diabetes is een droge huid en pruritus. In sommige gevallen zullen donkere plekken opkomen rondom de nek en onder de armen. Schimmelinfecties. Omdat diabetes het immuunsysteem verzwakt,
heeft je lichaam niet het vermogen om zichzelf te verdedigen tegen aanvallen van schadelijke micro-organismen. Dit is waarom infecties door schimmels, zeker candida, en bacteriën veel voorkomen. Een omgeving gevuld met suiker is de perfecte plaats voor deze schimmels om zich voort te planten en zich snel te ontwikkelen. In het geval van vrouwen kan vaginale afscheiding een goede manier zijn om te bepalen of ze zulke infecties hebben, in het bijzonder candida. Gewichtsverlies. Afvallen zonder dieet of sporten is ongezond en een teken dat je niet moet negeren. Als je gewicht kwijtraakt zonder duidelijke reden en binnen een korte periode, meer dan 3 kilo per maand, kan dit komen door hoge bloedsuikerwaarden. Wanneer cellen geen glucose ontvangen als een energiebron, zoeken ze naar die brandstof op andere plekken. Waar? In de proteïnes van je spiermassa. Ook moeten je nieren harder werken om de excessieve suiker te elimineren, wat ervoor zorgt dat je afvalt in het proces, en het veroorzaakt ook nierfalen. Je weet al dat het drinken van water fundamenteel voor je lichaam is en dat je lichaam, onder bepaalde omstandigheden, wanneer het warm is of wanneer je sport bijvoorbeeld, vraagt om meer vocht. Let echter op als je erachter komt dat je constant dorst hebt, ook al drink je genoeg water. Dit is een signaal van je lichaam dat het zijn vochtvoorraad moet aanvullen omdat wat je hebt geconsumeerd al gebruikt is om cellen gevuld met suiker te voeden. De behoefte om constant te plassen. Door het feit dat je lichaam meer en meer water nodig heeft, zal je merken dat je vaker naar de wc moet. Als je nooit 's nachts wakker werd om naar de wc te gaan en dit nu wel het geval is, of dat je moest stoppen met het uitvoeren van bepaalde activiteiten omdat je geen minuut langer kon wachten om je blaas te legen, moet je misschien je dokter raadplegen. Het maakt niet uit hoeveel je slaapt en uitrust, je voelt je altijd moe en zwak. Mensen wiens bloedsuikerwaarden aan de hoge kant neigen te zijn, ervaren veel uitputting en voelen zich loom. En als je steeds vaker 's nachts je bed uitkomt om te plassen, is het waarschijnlijk dat je lichaam niet in staat zal zijn om voldoende te herstellen van zijn inspanningen gedurende de dag. Andere symptomen van hoge bloedsuiker zijn: wazig zicht, prikkelbaarheid, extreme tintelingen, beenkramp, misselijkheid en overgeven.